Goedemorgen jongens en super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik sta voor Saints in school, want die ga ik uit school halen. En kijk even naar dit weer. Het is niet normaal. Het is een invasie. Regen. Het is nog nooit. Het is echt ziek gewoon hoe hard het regent. Ik wou even mijn moeder een 20-vaten onkruid dan weghalen bij het huis. Normaal vind ik dat echt geen chilkerij, maar ik dacht misschien een keer wel aardig. Maar ik heb geluk, want het regent. Dus ik moet dat denk ik een andere dag doen. Dus ja, dat is eigenlijk even waarom ik nu niks te doen heb. Want dat is even mijn planning, want het was heel veel. Dus ik dacht, ik ga er zeker 3-4 uur al mee bezig zijn. Maar goed, we gaan het zien. Ik hou het op. Zo jongens, nadat ik Shane heb opgehaald ben ik naar dit huis gegaan. Want ik ben het onkruid aan het weghalen. Ja, kijk mijn handen. Tering. Gek van. Maar het is aan het regenen. Het gaat ook alleen maar meer regenen. Dus ik ga nu naar huis. En dan ga ik even iets anders doen, denk ik, thuis. En dan ga ik proberen morgen terug te komen. Het is ook zoveel, kijk. Ik bedoel, kijk even hoeveel het is. En ik denk dat ik gewoon iets moet gaan zoeken wat het gewoon doodt of zo. Want dit is gewoon niet te doen in mijn eentje. En zeker niet snel. En ik heb gewoon geen zin om hier uren mee bezig te zijn. Dus ik moet even misschien een spulletje kopen die dit snel kan... kapot maken en doodmaken dat het snel weg is. Ja, op naar huis. Wat een warm welkom! Oh, hallo! Hallo! Ik hoor wat jij zegt nu. Aan de honden te zien ben ik weer lekker thuis en ik ga lekker douchen. Nog een keer, daar heb ik namelijk echt super zin in, dus let's go. Oh! Ja! Lekker douchen! Ik heb heerlijk gedoucht en ik ben eigenlijk meteen de auto ingesprongen om pizza te halen bij La Vespa in Laren en super lekker is het daar altijd. Maar ik ga het toch weer even testen, want je weet het maar niet. Dus dat ga ik jullie sowieso laten weten. Vanavond ga ik naar Saar. Daar ben ik al een aantal keer geweest. Gisteren nog volgens mij in de vlog. En dat is super leuk met de stijl en Roemer gaat ook. En ja, nog meer. Ik heb geen idee. Misschien komt Sam, misschien komt Max. Super gezellig. Maar ik ga eerst even lekker eten. Dus ik zou zeggen, let's go. Lasagne voor mij. En pizza voor Shane. Hoe leuk is deze schaar trouwens. En de pizza is weer lekker op. En nu ga ik me aankleden. Namelijk dit jasje van H&M Balmain. Een shirtje van de Topman. Een broek van de Zara. En de sokken zijn van, wat is het merk? Wie weet hoe dit merk heet. Ik niet in ieder geval. Als je het weet, laat het even weten. En ik denk dat ik een keer wat andere schoenen aan doe dan de Yeezys. Ik denk dat ik deze aan doe van Manfield. Dus dat. En ik ga nu naar Saar. Dus let's go. Wow, heel raar. Ik ga nu naar Saar. Dus let's go. Zo jongens, ik ben bij Saar en ik heb echt super zin in deze avond. Maar voordat ik naar binnen ga, wil ik één ding vragen. Ik ben namelijk super benieuwd waar allemaal kijkers vandaan komen. Dus ik zou het super leuk vinden als jullie even laten weten waar jullie zeg maar in Nederland vandaan komen. Want ja, ik ben gewoon super benieuwd waar jullie vandaan komen. Let's go inside right now. Oké, dat is heel slecht. Doei doei. Ja, photoshoot, come on. Lekker thuis en ja, ik ga lekker slapen. Het was super gezellig bij Saar. Ik weet niet of ik heel veel gefilmd heb, volgens mij niet echt. Maar even mijn laden pakken. En wat ik even wil zeggen is, morgen hebben super veel vrienden van mijn eindexamen, zeg maar de uitslag. Dus ja, ik ben best wel zenuwachtig voor een paar. Maar dat allemaal morgen. Voor nu zou ik zeggen, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal, een blauw duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie morgen bij een gloednieuwe video weer. Doei doei!